Ik wil met jullie een gedachte-experiment doen. Stel je voor, het is 2020. De provincie Groningen is jarenlang geteisterd door steeds zwaardere aardbevingen ten gevolge van 60 jaar gaswinning. Nederlandse regeringen hebben volstrekt onvoldoende gedaan om de gevolgen voor de bewoners op te vangen. Zij beroepen zich daarbij op de economische crisis en de noodzaak tot bezuinigingen. De bewoners van Groningen zijn, zoals bekend, binnenvetters en hebben zich lang groot gehouden. Maar in 2020 loopt de emmer over. Een grote groep Groningers bezet het provinciehuis, roept de onafhankelijkheid uit en draait de gaskraan naar het westen dicht. In het geheim zijn besprekingen gevoerd met autoriteiten in Drenthe, de Achterhoek en Twente, Niedersachsen, Bremen en Hamburg. Ook in die regio's groeit de frustratie ten opzichte van centrale overheden, die de regio als windgewest gebruiken, maar er verder niet naar omzien. Besloten wordt tot het uitroepen van de Euregio Saxonia. Tot zover het gedachte-experiment. Een onrealistisch scenario? Misschien toch niet. In de eerste plaats is deze regio al eeuwenlang verbonden door handel. Denk aan de Hanze, het verbond van handelende steden, waartoe Groningen, Bremen, Hamburg, Deventer en Zutphen behoorden. Ten tweede is er de verwantschap van taal. De Saksische dialecten lijken erg op elkaar. Een Groninger kan zich in Oost-Friesland uitstekend verstaanbaar maken. Oké, zullen jullie zeggen. We zien hier verwantschap, maar heeft Saxonia bestaansrecht? Hoe gaat de Euregio haar geld verdienen? Allereerst hebben we Gronings gas en Duits gas dat bij de Bremerhaven aankomt. We hebben windenergie. De regio is bezaaid met windmolens. We hebben havens. Hamburg, de Bremerhaven, Emden, Delfzijl en de Eemshaven. Van daaruit kunnen we handel drijven met ons natuurlijke achterland, de Baltische Staten, Scandinavië en Groot-Brittannië. We hebben kennis. De universiteiten van Groningen en Twente bundelen de krachten tot Green Energy Valley, gespecialiseerd in innovatie en duurzame energie. Saxonia is geen hersenspinsel. Het is een reëel, realistisch scenario dat dichterbij is dan we denken.